Dames en heren, een beetje een trieste mededeling. Uh, mijn pc is kapot. Uh, nou moet ik het allemaal op dit kleine laptopje doen. En dan kan ik gewoon echt heel moeilijk op editen. Dus uh, laat staan opnemen. Dus uh, ik denk dat de komende uh, 10 à 14 dagen geen filmpjes online komen op de Visa Pro. Ik dacht ik ga deze update gewoon even vertellen, zodat jullie er vanaf weten. Uh, dit filmpje heb ik eigenlijk zonder te editen eigenlijk gewoon uh, op YouTube gegooid. Dus ik hoop uh, dat jullie niet storen dat er geen outro is. Oh, er is geen outro. Oeh. Um, ja, nou, Disneycraft gaat gewoon door. Uh, nieuwe admin erbij. gehardo neemt het even over. Uh, Rovi is dan natuurlijk gewoon. Ik kom af en toe eventjes buurt. Als ik s'avonds even naar de, beneden op de PC kan. Dat is allemaal een beetje hectisch. Maar ja, uh, mijn PC. Uh, nee, misschien mijn PC ermee stoppen. En toen heb ik de voeding verwisseld. Dus even voor de technologische mensen. Toen had ik dus die, um, die voeding verwisseld. En toen kwam er een witte flits uit mijn computer. Toen heb ik eigenlijk de stroom eruit gehaald. En ik durfde hem niet meer aan te raken. Toen ben ik uh, naar de computerwinkel geweest waar ik hem ook heb gekocht. Ik zeg: ga het maar fixen. En sindsdien uh, heb ik ook een nieuwe videokaart besteld. Echt een van de nieuwste videokaarten. Dus dat moet heel vet gaan worden met de graphics. Die gaan nu nog hoger worden. Ik had namelijk een hele oude videokaart. Maar daar ga ik niet te lang over babbelen. Ik ga sowieso deze video heel kort houden. Um, updates: je kan dus gewoon VIP kopen. Ik ga via de laptop gewoon de administratie bijhouden. Dus als je VIP, komt, VIP koopt en je wordt niet gewijdlist, mensen luister nou. Er is minder gezeik als je online komt. Elke dag is de server open van 12 tot 7. Kom gewoon even in de server en koop dan je VIP. Niet eerder wanneer de server geslo gesloten is of nog moet openen. Gewoon even wanneer de server open is, zodat je ook gewidelist wordt op het moment dat je aanwezig bent in de server. Dus uh, alsjeblieft, het zou heel fijn zijn en het, het, het schiet gewoon wat meer op. Uh, het kost mij veel minder werk, namelijk om je apart te whitelisten. En uh, het is, er is ook heel veel gezegd gekomen dat als ik jou handmatig whitelist, dat je er dan af wordt ge gehaald van de whitelist. Omdat die, dat, dat, zeg maar, die uitvoering wordt nog een keer gestart, omdat hij het systeem automatisch weer whitelist. Dat is echt een gedoe, maar er zit een heel systeem achter. Goed, uh, ik zou zeggen, uh, als je nog zo'n video wil als dit, gewoon lekker makkelijk, gewoon uh, de camera op mijn hartjes ges geschoten, gewoon een beetje wat updates, uh, dan moet je dat even in de comments onderin zetten. Nogmaals, excuus dat ik even... Het kan even niet anders. Dus uh, voor een leuke video. Geef een duimpje. Vergeet niet te abonneren. Abonneer zo. Fijn zijn keer vond ik heb wonderen, terug bij een nieuwe Disneycraft. Alhoewel, je moet wel even twee weekjes wachten. Of je komt even zelf in de server. En dan kon je het gewoon even zelf beleven. En ik ben momenteel bezig met een nieuwe attractie. Ik kan het nu zeggen, monorail. Shit. Ja, nou heb ik het geklapt. Tot de volgende keer mensen. Ciao, ciao.